Gerben Wennemars. Schaatser, televisiecommentator en boerenzoon. Hij zoekt graag de grenzen van zijn lichamelijk kunnen. En omarmt dan vol overgave de uitputting. Alles, alles. Je moet altijd weer alles geven. Want alleen dan kun je de beste zijn. Alleen dan lonken de spotlights. Luister naar de sportmonoloog van Gerben Wennemars. Neem ik jullie even mee terug naar 1991. 1991 in Dalfsen, want daar deed ik namelijk mee aan de braderieloop. Ik woon op de boerderij, ik mag dus eigenlijk, ja, wij gingen dus niet op vakantie. En de hele vakantie was eenzaam, maar aan het einde was daar die braderieloop. En daar deed ik aan mee en ik wilde daar graag zo goed mogelijk hardlopen. Het hele dorp liep uit en dat was dan mijn podium, daar ging ik dan hardlopen. En ik liep dan hard en ik ging hardlopen en ik liep ook zo hard als ik kon, want dat moest namelijk. Als ik namelijk ga lopen, dan moet ik laten zien dat ik altijd mijn best doe. Want zo ben ik opgegroeid. Ik ben opgegroeid op de boerderij. En dan moet je altijd je best doen. Je best doen en je moet strijd laten zien. Je moet laten zien dat je er alles aan doet. Ik ren daar de dorp in en op het moment dat daar het dorp binnenkomt, staan er ook mensen langs de kant. En hoe meer mensen die mensen staan, hoe mooier ik het vind. Want die mensen die ken ik, dat is mijn publiek, dat is zijn mijn mensen. En die wil ik graag laten zien dat ik echt alles geef. Dus ik ren daar het dorp binnen en op het moment dat ik het dorp binnen, dat ik de finish zie, neem ik nog een extra stapje. En ik ren en ik kom op de finish en ik stop me daar te aarde neer. Helemaal kapot. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles gegeven. Ik ben helemaal leeg. Want zo hoort het. Vol theater lig ik daar op de grond te schreeuwen van de pijn, maar ook van tevredenheid. Ik heb namelijk alles gegeven. En ik ben blij. Ik ben tevreden. Ik pak mezelf een beetje en ik strompel een beetje weg en ik zie daar mijn ouders. Gewoon een rustige boerenmens. En mijn ouders, ik zie trots dat hun zoon gewoon zijn best gedaan heeft. Maar tegelijkertijd zie ik ook schaamte. Ik zie schaamte bij mijn moeder en ik zeg, ja, wat is er aan de hand, mama? En ze zegt, ja, Erbe, waarom moest dat nou weer zo op die finishlijn? Je bent 38ste geworden. Ja, maar ik moest toch mijn best doen? Ik moest toch gewoon alles geven? En dat heb je toch gedaan? En dan mag je toch dat gewoon laten zien? En 38ste, ja, maar als ik reken anders, want ik ben wel de snelste Dalfsenaar. He, in mijn leeftijdscategorie dan. He. Dan ben ik er snelste Dalfsenaar. En als ik dan een beetje geluk heb, dan kom ik misschien wel in de Dalfse krant. Dat is mijn leven. Dat is waar ik vandaan kom. Dat is waar ik trots op ben. En als ik strijd heb laten zien, dan mag je dat laten zien. Ik wil graag opvallen. Dat wil ik graag. En ik dacht dat dat gewoon mijn gebied was. Daar kom ik vandaan en meer zal het wel niet zijn. Dit is het gewoon. Uiteindelijk kom ik best ver met deze drive. En ik haal het zelfs tot met de nationale selectie. Ik kom in de kernploeg. De kernploeg van de schaatsen. Dat was echt ongelooflijk. Nog nooit iemand in Dalfsen heeft ooit de kernploeg gehaald. Echt fantastisch. Ik was echt de man in Dalfsen. En ik kom in aanraking met Pieter Muller. Een Amerikaan. En die komt op een gegeven moment komt hij naar me toe en die zegt, Erbe, als jij zo graag wil opvallen, waarom win je dan niet gewoon? Ja, hij heeft makkelijk lullen. Ik win het, dat is niet van mij weggelegd. Weet je? Ik doe mijn best altijd, ik laat het zien. Maar Jan Bos, die is goed. Die heeft talent en die kan het allemaal. Ik niet. Dat is niet van mij weggelegd. Maar ik ben al blij dat ik hier ben. Ik ben onwijs blij dat ik hier ben. Maar toch heeft hij daar wel een zaadje geplant bij mij. En dan ging ik wel nadenken. Maar stel je voor dat je de allerbeste van heel de wereld bent. Die braderieloop was voor mij de wereldkampioenschap. Dat het nou eens echt voorkomt. Dat je echt de allersterkste van heel de wereld bent. Mooi. Ik werd het. In 2004. Deze. In 2004 werd ik wereldkampioen sprint. De sterkste schaatser van de wereld. De snelste schaatser. En ik was ongelooflijk trots op mezelf. Ik had het graag gedaan. En ik loopte door de catacomben van de M-Wave in Nagano in Japan. Als wereldkampioen. En ik kwam daar Art Schenk tegen. En Art Schenk is mijn held. Hè? Dat is mijn grote held. En die was trots. Ik was trots op mezelf. Dus ik... Art komt naar mij toe en die complimenteert mij met mijn wereldtitel. Gefeliciteerd, Erben. Ik was heel blij dat hij me feliciteert. En tegelijkertijd zei hij van, ja, en dat dan te bedenken dat je eigenlijk niet eens een sprinter bent. hij bedoelde het als een compliment, hè. Maar voor mij voelde dat helemaal niet aan als een compliment.
Wat hij eigenlijk zei is van je hebt wel je best gedaan, maar je bent wel Dalsse kampioen geworden, maar je hebt de wedstrijd niet gewonnen, omdat er nog andere mensen zijn die anders beter zijn. En wat hij eigenlijk zei, in mijn optiek zei hij is van, nou je hebt wel gewonnen, maar het was een zware wedstrijd. De echte sprinters kwamen niet tot hun recht. Je had wel gewonnen, maar er was eigenlijk andere mensen waren nog beter. Je hebt een beetje geluk gehad. Ik heb eigenlijk één keer het gevoel gehad dat ik echt de allerbeste was. Want dat ben je namelijk. Hè? Je bent namelijk de allerbeste op het moment dat iedereen van je verwacht dat je het gaat doen. Dat je het echt gaat doen op het moment dat je met alle druk erop staat en dat je dan gewoon gaat leveren. Dat was het jaar daarna. Geen underdog, geen mazzeltje van omstandigheden of vanuit een blessure terugkomen en dan een keertje proberen en dat gelukkig shot hebben dat je wint. Nee, gewoon dan rijden wanneer iedereen verwacht van jou dat je gaat winnen en dan gewoon gaat leveren. Dan ben je een echte kampioen. Dan ben je een echte grote. Ik had dat in 2005 bij het Salt in Salt Lake City. Op de snelste ijsbaan ter wereld. Want daar moest het namelijk gebeuren. Daar zou ik wel eens eventjes wereldkampioen worden. Het is echt een geweldig gevoel. Ik ga het jullie even meenemen hoe het voelt, jongens. Want de loting komt. En de loting is eigenlijk helemaal niet goed. Ik moet namelijk op de eerste 500 meter tegen Jeremy Waterspoon. Ik zal je vertellen, de WK sprint gaat over 2 keer een 500 meter en 2 keer een 1000 meter. Over 2 dagen gereden. Op de eerste dag rij je een 500 meter en 1000 meter. En de tweede dag rij je weer een 500 meter en 1000 meter. Bij elkaar opgeteld komt er uiteindelijk een kampioen. De snelste man ter wereld. En ik rijd de eerste 500 meter tegen Jeremy Waterspoon. En dat is niet wat ik wil, want ik ben eigenlijk niet de snelste op die 500 meter. Wat Ad Schenk zei, hij had eigenlijk wel gelijk. Die 500 meter die beheers ik eigenlijk niet. En Jeremy Waterspoon, de wereldkampioen, mijn grootste uitdager, die beheerst hem heel goed. En als je daar dan tegelijkertijd mee tegen moet, dat is best wel lastig. Maar ik dacht, maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het slechtste scenario is het beste scenario. Dus ik had me ingeschakeld. Het slechtste scenario is het beste scenario. Dus ik ga het gewoon doen. En dan komt het aan op die stad, hè. Want ik heb namelijk 5 dagen lang gewacht. En ik ben enorm zenuwachtig. En dan komt daar die ontlading van die eerste stad. Want daar gaat het om. Het gaat om die stad. Het gaat om die stad. Die stad is heel belangrijk. Die eerste stad van zo'n kampioenschap is belangrijk. Het is heel simpel. Het is ook heel moeilijk, maar het is heel, heel simpel, die stad. Die stad is eigenlijk niks anders dan reageren op een startschot en knieën vooruit. Dat is alles waar ik aan denk. Bam is weg. Bam is weg. Bam is weg. Reageren op start. Knieën vooruit. Oké, goed zo. Echt maar. Aan de start. En Jeremy Waterspoon staat naast je. Oeh. Hij is snel op die 100 meter, maar ik ga rijden. Oké, kom maar. Kom maar. Oeh. Bam is weg. Bam is weg. Bam is weg. Oké. Oké, ik ben weg. En ik rij hard, 100 meter, 100, voluit. Want ik moet er naast hem blijven zitten. Als ik iets wil, moet ik naast hem blijven zitten. En ik blijf naast hem. De eerste 100 meter, we komen gelijk over de eerste 100 meter heen. Allebei 9-7, dat is goed. Dat is goed. En ik mag door die buitenbocht, mag ik achter hem aanrijden. En ik zie hem en ik voel hem. Ik blijf bij hem, ik probeer bij hem te blijven. En dan kom ik op die kruising en dan mag ik achter hem aanrijden. En dan probeer ik hem bij te houden. Ik hoef niet te winnen, maar ik moet bij hem blijven. Dus ik geef alles, afzetten. En ik voel me sterk. Het gaat goed. En ik kom die laatste binnenbocht door en ik haak aan. Ik kom ernaast. Bijna pak ik hem. Bijna. Maar dat maakt niet uit. Ik kom ernaast. Ik kom er bij hem in de buurt. En we komen over de finish heen. En ik rijd 34-7. En hij rijdt 34-6. Ik verlies 1/10 van een seconde. En dat maakt niet uit. Ik heb goed gereden. Want die 1000 meter komt soms. En daar ga ik het verschil maken. Ik ben er doorheen. De opluchting. Het toernooi is begonnen. Je bent op gang. De eerste race is geweest. En nu gaan we lol maken. Het is goed. Ik rij mijn eerste 1000 meter. Ik ga dat ijs op. Ik ga me weer voorbereiden. Ik heb mijn 500 meter gereden. En ik zit op een bankje. Ik doe mijn schaatsen aan. En ik trek ze flink strak. Want dat is namelijk. Ik heb mijn schaatsen heel strak. Ik trek ze zo strak dat ik precies weet. Ik kan ze 5 minuten vasthouden. 5 minuten kan ik die schaatsen houden. En dan doen mijn voeten zoveel pijn. Dat het gewoon niet meer te houden. Dat ik de schaatsen uit moet. Maar ik weet het precies, want ik weet precies wat ik moet doen op het ijs. Ik rij in, ik doe een stuikerommetje, ik hou me rustig en ik rij rustig. En ik doe mijn capje op en ik sluit me helemaal af van de buitenwereld. En ik sta klaar voor de stad. En we gaan naar de stad. Maar ik voel dat er iets aan de hand is. Er is iets aan de hand. Maar ik weet niet wat. En ik kijk om me heen. En ik zie daar iemand liggen in de boarding. In de rit voor mij is iemand gevallen. Gerard van Velde. Gerard van Velde is gevallen. Dat is mooi. Dat is eentje minder. Kom op, mensen. Kom op. Daar gaat het om. Regel nummer 1 bij het schaatsen is op je benen blijven staan. Hij is gevallen, maakt mij niet uit. 1 concurrent minder.
Oké, maakt niet uit. Opstaan en wegwezen nu van het ijs af. Ik moet rijden. Ik heb mijn voeten zeer. Ik moet rijden, kom op. Waarom ligt hij daar nog steeds? Ah, kom allemaal mensen, het ijs op. Kom jongens, ga van het ijs af. Allemaal voeten op het ijs. Het ijs wordt slechter. Kom jongens, ga eraf, kom op. Oké, concentreer je op je eigen wedstrijd, Erben. Concentreer je op je eigen wedstrijd. Waarom duurt het nou zo lang? Wat gebeurt er nou? Een ambulance, de deuren gaan open. De deuren gaan open van de ijsbaan. Dat is niet goed. Ab Krook, de bondscoach, staat op ijs. Ab, die deuren staan open. Ab. Verdomme, kan er helemaal niks aan. Moet ik overal aan denken? Kom, daar ben jij voor, Ab. Jij moet dat regelen voor mij. Ik moet me regelen concentreren op mijn wedstrijd. Die deuren staan open. Die deuren moeten dicht. En Gerrit moet weg daar. Kom, hoe lang moet het nog duren? 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe lang het duurt. En het duurt maar. En ik ben iedere keer klaar om te rijden. En het duurt maar. Eindelijk, hij is weg. Nou, ik hoop dat het goed met hem gaat. Maar ik moet nu weer rijden. Ik moet weer omschakelen naar mijn eigen wedstrijd. Ik moet namelijk rijden. Ik ben goed voor start gegaan. Nou, vooruit, we gaan rijden. Oké, we gaan weer verder. Oké, heel zere voet, maakt niet uit. Op rijden, starten. Oké, starten. Hup. En gaan naar. Oké, daar gaan we. En hup. Goed. Kop, jongen. Doe je best. Kop, harder rijden. Dat is raar. Ik zie mezelf alsof ik van de buitenkant naar mezelf sta te kijken en ik sta mezelf aan te moedigen. Ik zie mezelf rijden en ik praat tegen mezelf. Kom op, Erbe. Dat is niet goed. Je moet het vanuit je binnenste voelen. Je moet erbij zijn. Je moet echt vanuit je kracht moet je schaarsen. Maar niet vanaf een buitenstaande kijken naar jezelf wat je aan het doen bent. Dat is niet goed. Dat voelt niet goed. Je hebt geen contact met het ijs. Ik voel mezelf als schaatsen, maar mijn ademhaling is onregelmatig. Er zit geen kracht achter. Het is helemaal niet goed. Ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Het gaat helemaal niet goed. Dit gaat niet goed, deze wedstrijd. Ik heb wel vaker wedstrijden gereden en dan ging het ook helemaal niet goed. En toen was het toch een goede race. Dit is zo'n race dat het eigenlijk slecht voelt. Maar toch is het goed. Tenminste, dat hoop ik. En ik rij. Kom, naar de finish toe, jongen. Naar de finish. En ik kom bij de finish en ik kijk naar het scorebord. Kut! Toch slecht. Vierde op de duizend meter. Heb ik zo'n goede 500 meter gereden? Ben ik zo goed op weg? En waarom moet mij dit nou overkomen? Waarom overkomt me dit nou? Ik wil boos worden, ik wil kwaad worden, maar ik moet me ook herpakken. Ik moet rustig blijven hebben. Rustig. 1 dag erop. Het is niet verloren. Je bent vierde, maar je zit toch dicht achter Jeremy. Rustig blijven. Ga naar je kamer toe. Oké, naar mijn hotel. Herpakken. Rustig omheen. Hotelkamer is helemaal keurig opgeruimd. Ik hou er namelijk van als mijn onder wedstrijd dat alles geordend en gestructureerd. Mijn koffer is al ingepakt om naar huis te gaan. Rustelijk hebben. Structuur. Wat is er gebeurd vandaag, Herben? Oké, je hebt een goede 500 gereden, slechte 1000, maar het kan nog steeds. Kom, je kunt het doorgaan. Oké, er is niks verloren. Morgen is er weer een dag. Morgen gaat het gebeuren. De dag na sta ik op en ik voel het goed. Ik denk, ja! Gisteren gebeurde het maar niet uit, maar ik ga vandaag winnen. Ik ga wereldkampioen worden. En niemand anders. De loting is weer hetzelfde, want ik moet weer tegen Jeremy Wortelspoen. Ik ben tweede in de klassement. En ik moet tegen Jeremy Wortelspoen. Maar nu heeft hij de laatste binnenbocht. Heeft hij de eerste buitenbocht. En nu kan hij achter mij aanjagen op de kruising. Dus die stad is nu nog veel belangrijker. Want ik moet de drukte bij hem opleggen. Ik moet voor hem zorgen dat ik voorlig op de eerste 20 meter. Want daar zit mijn kracht. Ik ben wel reactief, maar ik ben niet sterk. Ik voel me helemaal niet sterk. Ik heb geen macht. Ik heb niet die macht van Jeremy. Dus ik moet hem uit zijn comfortzone halen. Ik moet zorgen dat ik voor hem ben en dat hij dan wat raars gaat doen. En dat hij in ieder geval niet de kans heeft om op de kruising achter me aan te rijden. Dat hij me dan gaat pakken. Dus ik sta daar aan de start en dat is het allerbelangrijkste. Ik heb het net al verteld. Reageren op een startschot. Pang is weg. En dan knieën vooruit. Als je knie vooruit gaat, gaat de benen achter. En ik voel me sterk. Wat gisteren gebeurd is, gaat me vandaag niet gebeuren. En ik sta, ik zak in en pang is weg. Ik ben weg. Ik ben heel goed weg. En ik ren, ik kijk niet van naast. Ik ren over dat ijs heen en ik begin te schaatsen. En ik kom op de eerste 100 meter en ik voel dat het goed gaat. Want ik zie geen Jeremy. Hij ligt achter op mij. En ik kom die eerste bocht en ik denk, nu rennen. Nu voel ik me opgejaagd, want hij zit achter me, hij ziet mij rijden. En ik kom naar die kruising op en ik zie daar Jack gebaren van, het gaat goed of het gaat niet goed, ik weet het niet, maar hij is heel druk. En ik...
En ik rijd naar de kruising. En ik denk, ik ga naar de buitenkant rijden. Dan rijd ik vlak langs de bording. Dan kan hij niet achter me aan. En ik voel dat hij gewoon mij achter me aan zit. En dat hij dichterbij komt. Ik voel me opgejaagd wild. En ik rijd voor wat ik waard ben. En ik rijd die laatste buitenbocht in. En ik rijd alles wat ik heb. En ik voel hem binnen doorkomen. En ik denk, oh god. Rijd door. Gaan. Afzetten. En ik kom het rechte eind op. En ik denk, het is goed. Want hij komt. Hij zit naast me. Maar hij gaat niet winnen. Ik ga deze rit winnen. Ik ga de 500 meter van Jeremy Waterspoon winnen. Take dat, Art Schenk. De 500 meter gewoon, hè. Huppakee. Ik rij. Ik kom naar de finish toe en ik kom op de finish. En dan heb ik gewonnen. Ik kijk. 100ste verloren. 100ste verloren. Hij maakt niet uit. Ik ben de morele winnaar. Want dit is wel de 500 meter. En hij moest hier een gat maken. En ik ben de morele winnaar. En ik ben ongelooflijk blij. Want nu gaat het gebeuren, hè. Nu heb ik dit moeilijkste horde genomen. En eigenlijk wil ik het uitschreeuwen. Eigenlijk wil ik schreeuwen en mijn arm omhoog houden van... Yes! Maar ik doe het niet. Ik blijf heel klein. Ik blijf mezelf bij mezelf. Want Erben, je moet je gedachten kanaliseren. Je moet je energie bijhouden. Je kunt je maar één keer ontladen. En dat kwam alleen maar na de finish. Blijf bij jezelf. Taken. Blijf bij jezelf. Rustig blijven. En dat is heel lastig voor mij, hoor, kan ik je vertellen. Heel rustig. Rustig blijven. Ik blijf bij mezelf. En ik kom nu op de laatste 1000 meter aan. Weer Jeremy. 1 en 2 in de klas. Ik moet nog 1200ste van een seconde goed maken op deze 1000 meter. En toch voel ik me sterk. Ik voel me sterk, want nu, wat gisteren gebeurt, gaat mij vandaag niet nog een keer gebeuren. De 1000 meter, de enige race. En als ik deze win, heb ik hem te pakken. De start. Want daar gaat het om. Die start is belangrijk. Agressief. Ik sta, bang is weg en ik ben weg. En ik ren heel hard. Ik ren heel hard naar de bocht. En dan kom ik in die eerste bocht en dan kluif ik door die bocht heen. Gewoon keihard rennen. Vol agressie. Alle agressie die ik heb. Want ik moet namelijk op 200 meter moet ik naast hem liggen of voor hem liggen. En ik lig op 200 meter voor. Ik lig 1/10 van de seconde voor. Dat betekent dus dat ik op dit moment zijn we samen wereldkampioen. Maar ik moet nog 2 ronden rijden. En ik weet dat dit nu zijn sterkste punt komt. En ik rij en ik bereid nu wat ik moet voorsprong hebben. Want ik moet hem niet de kans geven om in de eerste volle ronde... dat hij dus het grote, machtige lijf van die wortels van achter me aan kan komen... en dat hij me op de kruising kan vermorselen. Ik moet hem geen kans geven. En ik rij alles voor wat ik waard heb. Ik kom de kruising op, ik duik achter de coaches langs... en ik rij en ik kom die tweede binnenbocht uit... en ik kom naar 600 meter en hij komt onderdoor. Hard komt hij onderdoor. Hij rijdt voor en ik moet tijd goed maken. Met 600 meter lig ik achter... Hij ligt voor en ik moet tijd goed maken. Dus het omgekeerde wereld. Maar ik voel dat het hem meer kracht kost. Ik voel aan mijn schaatsen dat ik meer energie heb. En ik lig achter op 600 meter en toch ben ik blij. Want nu komt mijn stuk. Nu komt mijn laatste ronde. En nu ga je eraan, meneer Wortelspoen. En ik rijd keihard door. En ik rijd naar die bocht toe. De eerste heb nog 1 buitenbocht en nog 1 binnenbocht. En ik rijd die buitenbocht en ik kom op de kruising en ik zie hem verzwakken. En ik heb nog kracht over, ik heb energie over, mijn slagen zijn sterker. En ik rijd naar hem toe en alles is goed, alles is van binnenuit. En ik rijd hem toe en ik hark hem midden rustig binnen. Take that, Waterspoon. Ik pak je, ik vermorzel je, ik maak je kapot. En ik haal hem binnen en ik, met het ingaan van de laatste binnenbocht zit ik al bijna naast hem. Ik ga wereldkampioen worden. Ik moet op mijn benen blijven staan. En als ik dat doe, dan is het goed. Ik moet niet vallen. Oh, je mag niet aan vallen denken. Dat is wat we hebben geleerd van psychologen. Dat je niet aan vallen moet denken, want dan ga je namelijk vallen. Wennen was niet aan vallen denken. Gewoon blijf op je benen staan nu. Blijf op je benen staan. En als je op je benen blijft staan, dan ga je winnen. Maar niet wel vol afzetten. Want als je de druk van je benen afhaalt, dan ga je misschien vallen. Dus kom, doorrijden. Laatste stukje. Je komt de bocht uit en ik mag naar de finish toe. Ik mag naar de finish toe en ik zie het. Ik weet het. Ik wil het al uitschreeuwen. Ik wil eigenlijk al opstaan, maar dat mag nog niet. Ik kan het niet meer houden. Ik ga winnen. Ik mag opvallen. En ja hoor, ik word wereldkampioen. Dames en heren. Ik vond het echt fantastisch. Ik was zo zenuwachtig. Alsof ik zelf moest rijden. En ik wilde zo graag dat die energie ook overkomt. Dat de mensen echt voelden met me mee kunnen voelen. En ik denk dat het geluk is. Het voelde gewoon goed. En op juiste momenten waren ze even stil. Op juiste moment was er een lach. Op juiste moment leefden ze met me mee. En ik voelde ook mijn been. Ik voelde mijn hele lijf. Ik heb weer een heel WK gereden. Ja, zo kwam het ook over. Ja.
Leef je nou net zo toe naar zo'n optreden als naar je sportoptredens? Nou, ik moet zeggen, ik zei het tegen Esther Vergeer al. Van, ja, ik voel me al 2 dagen lang chagrijnig. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon omdat ik gewoon moet hier weer presteren. Je moet iets doen wat je eigenlijk niet kunt. Je moet een grens verleggen voor jezelf. En zo voelde het wel. Ik zweet ook, ik heb het ook warm. Ik heb het voel. Ja.